Het is weer zover mensen, het is tijd voor een nieuw merk op Gamersnet. We hebben er al lang niks van gehoord, ze zijn al langer op de markt. Het zijn de Zweden van Mayonix. En Mayonix kun je kennen van, nou ja, je ziet het allereerst al, gekke kleurtjes. Ja, ze doen ook wat sobere kleuren, maar ze maken Game Gear die er een beetje anders dan anders uitziet. En dit is een hele populaire muis die al lang op de markt staat. Ja, we hebben ook nieuwe dingen van Mayonix ontvangen die we binnenkort gaan behandelen. Maar we gaan het eerst eens even hebben over toch wel een beetje die bejubelde muis van Mayonix. En dan vraag je af, welke van de twee van de casters gaan we unboxen? Stem nu! Nee. Ik weet dat je voor die bent gegaan, maar we gaan het toch doen met deze. I know. We hebben al zoveel zwarte muizen unboxed, dus laten we dan eens even gewoon gaan kijken hoe de caster in de mintkleur is. Ze hebben deze modellen dus ook in het echt gewoon Candy Crush geel en Candy Crush roze eventueel ook. Ik weet niet waarom ik het Candy Crush noem, maar het is in ieder geval aardig fel. Misschien snap je nu wel waarom ik het Candy Crush noem. En dit vind ik een dingetje wat Mayonix wel heel leuk doet. Ze hebben nog niet heel veel producten op de markt, maar ze hebben wel een hele kenmerkende eigen stijl. En dat zie je hier ook al aan gewoon de presentatie. En dit zal ongetwijfeld ook betekenen dat dit een wat ander unboxproces wordt dan we meestal gewend zijn. Ik zie hier dat we hier nog een lipje hebben. En nou dacht ik heel slim te zijn om die lipjes alvast open te snijden. Dat had ik heel goed gedaan. Maar ja, goed, dit kon ik natuurlijk ook niet weten. En nou hoop ik niet dat ik een enorme kras op de muis heb gezet. Maar goed, je weet het nooit. Welkom bij unboxings waarvan alles fout kan gaan. Want het is allemaal unedited. Maar goed, dan hebben we hier dus de muis, de enige echte caster die oprecht, als je dit zo ziet, dan denk je van nou oké, dat is qua presentatie. Dit komt van iemand die vaak dingen unboxt. Dan zou ik zeggen, want ik vind dit een leuke manier om je muis daadwerkelijk te presenteren. Even kijken hoe we die het beste uit kunnen halen. We zien hier dat hij er dan zo met zijn kabel uitkomt. Dan gaan we even kijken of we dit eruit kunnen poppen om het iets makkelijker te maken. Jazeker. En zo zie je maar weer dat die ervaring van honderden unboxings daadwerkelijk nut heeft gehad. En dit vind ik opvallend en eigenlijk stiekem best wel tof. Vrijwel alles aan die muis is in die mintkleur. Dus echt gewoon tot aan de hele kabel, tot aan de connector, tot aan het lipje van hé, dit is van Mayonix. Dit is allemaal in die stijl gedaan. De knoppen, de zijtoetsen, zelfs het rubberen plaatje is in die mintkleur. En nou snap ik dat heel veel mensen zeggen van, oh mijn god, dit past zo niet in mijn setup. Ik denk ook niet dat dit iets is wat Mayonix echt wil doen. Kijk, als je het in je setup wil laten passen, ga je lekker voor zwart. Maar als je een keer echt iets wil wat een beetje eruit springt, waarmee je echt zegt van, nou, ik heb een keer een soort van muis die echt iets anders doet, dan wil je natuurlijk ook wel dit soort dingen hebben. Dit is een muis zo simpel als maar kan zijn. Gaan we even kijken wat we erbij krijgen. Een erg net verpakt boekje. Mayonix stickers. Het logo is dan op een of andere manier wel weer heel sober. Basically alles wat er voor je doop zit. Dus deze gaat mooi dicht. Want sorry, ik vind het echt gewoon een heel leuk. Dan kijken we even naar deze muis. Ik moet zeggen, dit is een muis die al langer best wel grote prestaties doet. Want er zit een PMW 3360 in. Dat is een erg bekende sensor, een optische sensor. Maar verder is hij qua design is het niet enorm gek. Het klikt lekker, het voelt goed. Het is niet al te goedkoop plastic. Ik weet dat sommige mensen die kleur dan goedkoop zouden. Maar als je dit gewoon in de hand laat liggen. Het klikt lekker, het scrolt lekker, het voelt aardig dat plastic en dan denk je toch van, nou daar heb je dan wel een aardig product. Is het je geld waard en is het leuk om het in dit soort kleurtjes te doen? We gaan het behandelen in Gamersnet Gear, geschreven review. Mocht je, laat het weten in de comments, want wij behandelen natuurlijk altijd graag een muis als deze. En natuurlijk, het is een compleet nieuw merk, voor ons in ieder geval dan, Zweden van Mayonix. Wij zijn in ieder geval dankbaar dat ze ons dingen opsturen, zodat we ook weer eens een keer iets nieuws kunnen introduceren op de website. Maar goed, we gaan het binnenkort allemaal zien. Dus hou het in de gaten, stuur je vragen in. Dit was het voor deze prachtige unboxing. Oprecht, ik denk dat dit een van de meest opvallende dingen is die we ooit hebben unboxed. Dus dat is mooi om te weten. Anyway, dat was het. Ik was Tom van Gamersnet.nl. Ik zie je wel in de comments. Of niet, no pressure, doe je ding. Tot snel. Tot ziens, tot snel. Het is laat op de dag. Ik weet niet of te zien is aan mijn wallen. Gebeurt wel eens.